Het college van vandaag gaat vooral over het opfrissen van kennis die je paraat moet hebben uit eerdere statistiekcursussen. We beginnen daarom met een overzicht over schatten en toetsen. Je kan schatten definiëren als wanneer je op basis van een steekproef een gok doet over een waarde in de populatie. Een steekproef is een kleine greep van deelnemers of andere meeteenheden uit je populatie. Dus bijvoorbeeld, je kan een steekproef van studenten doen. En op basis van die steekproef doe je een gok over een waarde in de populatie. Dus bijvoorbeeld, stel je voor, ik verzamel 5 studenten en ik reken hun gemiddelde lengte uit. Dan is die gemiddelde lengte ook gelijk mijn beste gok over de gemiddelde lengte van studenten in de populatie. Toetsen is het gebruik van kansrekening om vast te stellen of de werkelijke populatieparameter waarschijnlijk afwijkt van een bepaalde verwachte waarde. En voor een toets gebruik je ook die schatting die je net hebt gedaan. Dus voor zowel toetsen als voor schatten gebruik je een steekproef en in het Engels heet dat een sample. We gaan eerst iets meer in op het schatten en hiervoor heb ik een klein filmpje gemaakt. Laten we een experimentje doen. Stel je voor dat er een populatie is en uit die populatie gaan we een steekproef trekken. Vervolgens kan ik op basis van de waarde die ik in die steekproef bereken, inferentie doen over waarschijnlijke waarden in de populatie. Stel je voor dat ik dit ben. En dit zijn mijn studenten. Ik ga steekproef trekken van de eerste rij studenten. En ik ga bepalen hoe groot hun gewicht is. Deze 10 studenten wegen samen 14 gram. Dat is gemiddeld 1,4 gram per student. Over deze steekproef weet ik dus dat het gemiddelde gewicht van de studenten in de steekproef 1,4 gram is. Over dat gemiddelde gewicht bestaat geen onzekerheid. Dat is 100% zeker het gemiddelde gewicht van studenten in mijn steekproef. Maar tegelijkertijd is dat gemiddelde gewicht de beste schatting over het gemiddelde gewicht van alle studenten in de populatie. En om dat te laten zien, ga ik nu de hele populatie studenten meewegen. Nu heb ik de hele populatie gewogen. Het zijn 50 studenten met een totaal gewicht van 74 gram. Ik heb nu een census genomen van de populatie. Dat wil zeggen dat ik van alle eenheden een meting heb gedaan. Ik kom uit op 74 gram. Gedeeld door 50 studenten is dat ongeveer 1,46 gram per student. Dus mijn eerdere schatting was behoorlijk goed. Eerder kwam ik uit op 1,4 gram en nu heb ik het exact berekend en nu blijkt dat het gemiddelde gewicht per student 1,46 gram is. Dat kleine verschilletje van die 0,06, dat noemen we de steekproeffout of in het Engels de sampling error. En dat laat zien dat je op basis van een kleine steekproef weliswaar een schatting kunt maken over de waarde in de populatie, maar dat die schatting er meestal een klein beetje naast zal zitten. Dit voorbeeld illustreert een belangrijk principe, namelijk, je kan op basis van de sample bepaalde waarden uitrekenen, zoals daarnet het gemiddelde gewicht. Je kan op basis van die berekeningen in de steekproef kan je ook populatieparameters schatten. Dus je kan zeggen, het gemiddelde gewicht wat ik in de steekproef heb gezien, is mijn beste schatting over het gemiddelde gewicht in de populatie. En als je steekproef representatief is voor de populatie, dan kun je inderdaad deze geïnformeerde gok doen over populatieparameters. En dat noem je inferentie. De beste manier om ervoor te zorgen dat een steekproef representatief is, is door die willekeurig te trekken. Iedereen in je populatie heeft dan een even grote kans om getrokken te worden. En dat is de beste manier om een representatieve steekproef te krijgen. Toch kan het gebeuren dat zelfs een willekeurig getrokken steekproef niet representatief is, door puur toeval. In de praktijk worden steekproeven zelden willekeurig getrokken. Dus als jij een steekproef hebt, dan is het belangrijk om na te denken over manieren waarop jouw steekproef verschilt van de populatie en daarom misschien een misleidend beeld geeft. En als je een artikel schrijft, dan kan je al die manieren waarop jouw steekproef verschilt van de populatie opschrijven in de paragraaf over beperkingen van je studie. Stel je voor dat ik een steekproef trek van 10 studenten die op de eerste rij zitten in een college. Ik bereken de gemiddelde lengte van die 10 studenten. Ik noem die gemiddelde lengte m.
Deze waarde, m, die weten we nu exact. Er is geen onzekerheid over dat dat de gemiddelde lengte is van die 10 studenten. Maar ik kan inferentie gebruiken om te zeggen dat dit gemiddelde van die 10 studenten ook mijn beste gok is voor de gemiddelde lengte in de populatie van alle studenten. En daarvoor gebruik ik de Griekse letter mu. Dus we gebruiken voor de steekproef de Romeinse letters, in dit geval m voor gemiddelde. En in de populatie gebruiken we Griekse letters voor de werkelijke waarde, in dit geval de Griekse m en dat is de mu. Elke keer dat je dit doet, op basis van een steekproef een gok doen over de populatie, dan maak je een schatting. Dit noem je in het Engels estimation. En zo'n schatting heeft altijd onzekerheid. We zagen daarnet in het voorbeeld met de boontjes al, dat de schatting op basis van de eerste 10 boontjes er een klein beetje naast de werkelijke populatiewaarde zat. En we hebben dus een manier nodig om uit te drukken dat er onzekerheid is wanneer we op basis van een schatting een uitspraak doen over de populatie. Deze onzekerheid gaan we uitdrukken in de standard error. Goed, waarom is er onzekerheid over de schatting? En dat komt omdat er altijd een verschil is tussen de schatting die we doen op basis van een steekproef en de werkelijke waarde van de populatieparameter mu. Dat verschilletje verschilt van steekproef tot steekproef. Dus sommige steekproeven komen heel dicht bij de werkelijke populatieparameter en sommige steekproeven die slaan de plank volledig mis. En hoe ver we er gemiddeld naast zitten, beschrijven we met de sampling error. En ik wil jullie graag een programmaatje laten zien dat dat demonstreert. Met deze webapp kun je een gedachte-experiment doen voor wat er gebeurt als je een steekproef trekt uit een populatie. Stel je voor dat er een bepaalde variabele is die zo verdeeld is in de populatie. Het gemiddelde is 0 en we zien dat de meeste mensen in de populatie waarden hebben die dicht bij het gemiddelde liggen. Sommige mensen scoren iets lager, maar er zijn maar heel weinig mensen die veel lager scoren. En op dezelfde manier zijn er heel weinig mensen die erg hoog scoren. En als je richting een gemiddelde gaat, zijn er steeds meer mensen. Als we één steekproef zouden trekken uit die populatie, dan zou die steekproef er zo uit kunnen zien. Je ziet dat de meeste mensen ook in de steekproef in de buurt van het gemiddelde liggen. Maar er zit hier een onverwachte piek en hier zitten er juist ietsje minder. En we zouden het gemiddelde kunnen berekenen van die steekproef. En dat is deze waarde. En je ziet dat in deze steekproef het gemiddelde iets hoger wordt geschat dan het werkelijke populatiegemiddelde van 0. Dus deze schatting, die zit er iets naast. Hij is namelijk iets hoger dan de werkelijke populatiewaarde. Als we nog zo'n steekproef zouden trekken uit de populatie, dan kunnen we een ander steekproefgemiddelde berekenen. Kijk, nu hebben we deze steekproef en daar hoort dit gemiddelde bij. En dit gemiddelde zit ook iets naast de populatiewaarde, maar nu zit hij er iets onder. En het verschil is ook net iets kleiner dan bij deze. Oké, nu trekken we nog een steekproef. En deze die is vrij nauwkeurig. Hij zit echt vlak bij de populatiewaarde. Dit is de steekproef die we nu getrokken hebben. Nou, de grap is dat als je heel veel steekproeven zou trekken en dit histogram hier blijft aanvullen van de steekproefgemiddelde, dan gaan al die steekproefgemiddelden zelf ook een normaalverdeling volgen. Let op. Ik trek er steeds eentje bij. En we zien dat hier langzaam maar zeker ook een soort normaalverdeling wordt gemaakt. Stel je voor dat ik er gelijk 1000 achter elkaar trek. Dan zie je dat hier een perfecte normaalverdeling ontstaat. Het gemiddelde van die normaalverdeling komt overeen met het werkelijke populatiegemiddelde. En de standaardafwijking van deze verdeling, dat is onze maat van onzekerheid over elke schatting. En dat noemen we de standaard error. Dus de standaardafwijking van de steekproevenverdeling, deze onderste, dat is de standaard error. Wat zou er gebeuren als ik een klas studenten had en ik zou alle mogelijke steekproeven van 5 studenten uit die klas trekken en voor elke steekproef de gemiddelde lengte berekenen? Nou, je zou bijvoorbeeld zien dat elke steekproef net een iets ander gemiddelde lengte heeft.
En je zou ook zien dat er een verdeling van steekproefgemiddelden is. Dus sommige van de steekproeven die komen iets onder de werkelijke gemiddelde lengte uit. En sommige komen er iets bovenuit. En de waarde van al die gemiddelde lengte in die steekproeven die gaat een beetje een normale verdeling volgen. Het gemiddelde van al die steekproeven dat zal gelijk zijn aan het werkelijke populatiegemiddelde. Dus aan de werkelijke gemiddelde lengte van alle studenten in mijn klas. En voor het gemak beschouwen we die klas dan even als de populatie. Maar we hebben ook die verdeling. En elke normale verdeling kan je beschrijven met een gemiddelde. Nou, in dit geval komt het gemiddelde overeen met het werkelijke populatiegemiddelde. Maar je kan het ook beschrijven met een standaardafwijking. Hoe breed of hoe gepiekt die normale verdeling is. De standaardafwijking van die sampling distribution die kan je interpreteren als de gemiddelde afwijking van steekproefgemiddelde ten opzichte van het populatiegemiddelde. In andere woorden, hoe ver zit ik er gemiddeld genomen naast als ik een steekproef trek uit deze populatie? Die standaardafwijking heeft een bijzondere naam, die heet namelijk de standard error. En we gebruiken die standard error als een maat van onzekerheid over onze schatting. Dus als we een schatting doen, dan kunnen we zeggen dat daar een maat van onzekerheid bij hoort en dat is de standard error. Goed, de logica achter de standard error is hiermee hopelijk duidelijk. Maar we hebben een praktisch probleem. En het praktische probleem is dat we wel een gedachte-experiment kunnen doen waarbij we alle mogelijke steekproeven uit een populatie trekken en kijken wat er gebeurt met de verdeling van steekproefgemiddelden. Maar in de praktijk gaan we nooit zoveel steekproeven trekken. In de praktijk trekken we er meestal eentje. Dus we willen graag statistiek hebben die we op basis van één steekproef kunnen uitvoeren. Ons probleem is dat we de standard error niet kunnen uitrekenen op basis van één steekproef. Want de standard error is de standaardafwijking van steekproefgemiddelden. En één steekproefgemiddelde heeft geen standaardafwijking. De oplossing is dat we de standard error ook gaan schatten op basis van één sample. En daar is een formule voor. En die staat hieronder. De formule voor standard error voor één gemiddelde is de standaardafwijking gedeeld door de wortel van het aantal proefpersonen in je steekproef. En wat betekent zo'n formule nou eigenlijk? Nou, er zitten twee delen in die formule, de teller en de noemer. In de teller zie je de spreiding in de steekproef, de standaarddeviatie. Dat betekent dus dat de standaard error, onze maat van onzekerheid, toeneemt als er binnen de steekproef meer spreiding is. Want als er meer spreiding in de steekproef is, is er waarschijnlijk ook meer spreiding in de populatie. En dan gaan onze verschillende schattingen verder uit elkaar lopen. Het tweede in een noemer is de grootte van de steekproef. En wat dit betekent is dat hoe groter de steekproef wordt, hoe kleiner de standaard error wordt. En als je dan terugdenkt, de standaard error is een maat van onzekerheid over onze schatting. Als we een hele grote steekproef hebben, dan zijn we natuurlijk helemaal niet onzeker. Terwijl als we een piepkleine steekproef hebben, dan zijn we best wel onzeker over of de schatting van de populatiewaarde nauwkeurig is. Je kan een gedachte-experimentje doen dat deze n in de noemer van de breuk toeneemt totdat je een steekproef neemt die precies even groot is als de hele populatie. Dan zou de onzekerheid 0 moeten zijn. En als je dan naar de formule kijkt en je ziet dat je bij een oneindig grote n deelt door een supergroot getal, dan wordt die standaard error ook daadwerkelijk bijna 0. Ik wil één belangrijk verschil benadrukken. We hebben net de term standaardafwijking gebruikt en de term standard error. En er is een belangrijk verschil tussen die twee. De standaardafwijking is een maat van spreiding van je ruwe data. Je kan hem interpreteren als de gemiddelde afwijking van data ten opzichte van het gemiddelde van die data. Dit geeft dus weer hoe gespreid jouw data zijn. En als we dat noteren, dan schrijven we over S als het over een steekproef gaat. Of we schrijven over sigma als het over een populatiestandaardafwijking gaat. En soms zie je ook wel dat de term SD gebruikt wordt. SD staat voor standard deviation. Er staat tegenover de definitie van de standard error. En de standard error gaat over een theoretische spreidingsmaat over de afwijking van steekproefgemiddelden ten opzichte van het populatiegemiddelde. En die standard error die geeft weer hoe onzeker we zijn over onze schatting van het populatiegemiddelde op basis van de steekproef.
Als we schrijven over de standaard error, dan gebruiken we meestal de notatie SE. En soms zetten we daaronder waarvan het dan een standaard error is. We hebben net een voorbeeld gedaan waarbij we een standaard error namen van een gemiddelde, de mean. En dat kunnen we opschrijven als de SE van de mean, SEM. Daar staat een sterretje bij. En dat komt omdat het technisch niet helemaal correct is om te zeggen dat het de gemiddelde afwijking is. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat het de wortel van de gemiddelde gekwadrateerde afstand is. Maar ik vind het goed genoeg als jullie de definitie hierboven in de slide gebruiken. Als we aan het schatten zijn, kunnen we onze onzekerheid ook uitdrukken door middel van een betrouwbaarheidsinterval. In het Engels een confidence interval. Een betrouwbaarheidsinterval kan je definiëren als een soort venstertje om je schatting heen. En de breedte van dat venster is gebaseerd op je standard error. Dus we hebben net een gemiddelde lengte in onze steekproef uitgerekend. En daar is onzekerheid omheen. Die onzekerheid wordt uitgedrukt in termen van de standard error. En we kunnen vervolgens die standard error gebruiken om een boven- en een ondergrens van onze onzekerheid te bepalen. Hier in het plaatje zie je dat we een schatting hebben gedaan dat een bepaalde waarde in de populatie waarschijnlijk 10 is. Dus we hebben een steekproef getrokken. In de steekproef hebben we een gemiddelde van 10 geobserveerd. En we zeggen, oké, 10 is onze beste gok over de populatiewaarde. Het plaatje geeft ook een betrouwbaarheidsinterval weer met een ondergrens van 8 en een bovengrens van 12. Die onder- en die bovengrens zijn bepaald door de standaard error te vermenigvuldigen met min 1,96 en plus 1,96. Waar komt die 1,96 nou vandaan? Nou, die komt uit de tabel met staartkansen van een standaard normaalverdeling. Als wij een betrouwbaarheidsinterval willen dat met 95% zekerheid de populatiewaarde bevat, dan gebruiken we daarvoor de staartkans die hoort bij 2,5% links en 2,5% rechts. En dat zijn de z-waarden min 1,96 en plus 1,96. Dat komt ook overeen met de kritieke waarde die we gebruiken bij een tweezijdige toets met een alfa van 0,05. Weet je nog dat je bij een tweezijdige toets die alfa door 2 mag delen? Dus dan kom je op 0,025. En de z-waarde die hoort bij die staartkans, dat is die 1,96. We interpreteren zo'n betrouwbaarheidsinterval als een interval waarbinnen met 95% zekerheid de populatiewaarde valt. Maar waar zit die kans hem nou precies in? Nou, die kans zit hem in het idee dat je 100 identieke steekproeven zou kunnen trekken. En als je voor elk van die steekproeven een 95% betrouwbaarheidsinterval zou berekenen, dan bevat 95% van de berekende intervallen daadwerkelijk de populatiewaarde. Het lastige is dat je nooit zeker weet of jouw studie één van die 95 is waar de populatiewaarde binnen het interval valt, of één van de 5 waarbij de populatiewaarde er buiten valt. Met andere woorden, je gebruikt een methode waarvan die 95% van de tijd een interval oplevert waar de populatiewaarde binnenvalt. En het kan ook misgaan. En je weet nooit wanneer het misgaat. Hier is een mooie app die dit illustreert. Deze applicatie laat heel mooi zien hoe betrouwbaarheidsintervallen werken. We zien hier dat er steeds nieuwe steekproeven getrokken worden uit een populatie waar het werkelijke gemiddelde 0 is. Dat wordt hier met die rode gestippelde lijn aangegeven. En we zien dat de meeste van de betrouwbaarheidsintervallen die berekend worden over elk van die steekproeven, de meeste daarvan bevatten ook daadwerkelijk deze rode gestippelde lijn. Maar soms zit er eentje tussen, zoals deze, waarbij het betrouwbaarheidsinterval puur op basis van toeval niet de populatiewaarde omvat. Wat we zullen zien is dat 5% van alle betrouwbaarheidsintervallen niet de werkelijke populatiewaarde omvatten. Zo bijvoorbeeld deze ook niet, en deze ook niet, en deze ook niet. En als we gaan kijken, dan zien we hier dat 38 van de betrouwbaarheidsintervallen in totaal de populatiewaarde gemist hebben. En 964 die hebben hem wel omvat. En in totaal zijn er nu 96,2% van de betrouwbaarheidsintervallen die de populatiewaarde wel omvatten en 5 die hem niet omvatten. Hoe langer we dit blijven doen, hoe dichter bij de 95% dit gaat komen.
Nou, stel je voor dat jouw studie deze blauwe punt hier zo is, dan heb je mazzel, want jouw betrouwbaarheidsinterval bevat de populatiegemiddelde. Maar je kan ook, stom toevallig, deze studie zijn, met een betrouwbaarheidsinterval die niet de werkelijke populatiewaarde omvat. Dan heb je dikke pech en je kan het nooit weten. We nemen alvast een voorproefje op het toetsen, want je kan zo'n betrouwbaarheidsinterval ook gebruiken om een toets uit te voeren. We hebben net gezegd dat een 95% betrouwbaarheidsinterval met 95% zekerheid de populatieparameter bevat. En dat betekent dat je elke waarde buiten dat interval kan verwerpen als nulhypothese met een foutmarge van 0,05. Dus ook 5% van deze toetsen zal de verkeerde conclusie trekken. Een ander onderwerp wat ik op wil frissen is het meetniveau, omdat dat heel belangrijk is voor de toetskeuze en de komende weken gaan we een aantal verschillende toetsen behandelen. Je kunt het meetniveau samenvatten met het woord noir. Dat is een handig ezelsbruggetje. Noir betekent natuurlijk zwart in het Frans en het staat ook voor de verschillende meetniveaus die we hebben in de statistiek. En voor elk van de meetniveaus die ik ga noemen geldt dat het evenveel informatie met zich meedraagt als het vorige meetniveau, plus nog wat extra informatie. We beginnen met het nominale meetniveau. Een nominaal meetniveau gaat over groepen, met andere woorden, het is categorisch. En die categorieën verschillen enkel in naam. Dus bijvoorbeeld mannen en vrouwen, dat zijn twee groepen die enkel in naam verschillen. Sociologie-student, psychologie-student, antropologie-student, drie groepen die alleen in naam verschillen. Het volgende meetniveau is het ordinale meetniveau. Dat heeft één extra stukje informatie, namelijk dat er ook een volgorde is tussen de categorieën. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over sociaal-economische status, dan kan je zeggen dat er laag, midden en hoog is. En er zit een volgorde tussen die drie groepen. Als we naar intervalmeetniveau gaan, dan komt er nog een stukje informatie bij. Namelijk dat het stapje tussen twee waarden altijd even groot is. Dus als ik van 1 naar 2 ga, dan is dat stapje precies even groot als van 2 naar 3, of van 5 naar 6, of van 100 naar 101. Met andere woorden, een intervalvariabele is continu, dus het kan continue waarden aannemen. Het zijn niet meer discrete categorieën. En de afstand tussen die continue stapjes, die zijn betekenisvol. Dus de intervallen hebben betekenis. Het laatste meetniveau is het ratio-meetniveau en dat voegt nog één extra stukje informatie toe aan het interval, namelijk dat het ook een absoluut nulpunt heeft. En doordat het een absoluut nulpunt heeft, zijn verhoudingen, die ook wel ratio's genoemd kunnen worden, zijn ook betekenisvol. En ik ga dit even illustreren. Stel je voor dat we twee thermometers hebben. En bij thermometers is het probleem dat er verschillende meetschalen gebruikt worden. Er worden Celsius gebruikt en Kelvin en die hebben allebei een ander nulpunt. Stel je voor dat we deze twee thermometers hebben. Ze hangen buiten en de ene thermometer zegt, oké, het kwik komt tot de 20 graden. En de tweede thermometer komt tot de 40 graden. Kan je nou concluderen dat de tweede thermometer een twee keer zo hoge temperatuur aangeeft als de eerste? Nou, niet helemaal. Die twee keer zo hoog, dat is een ratio. Maar die interpretatie die klopt niet meer als we het nulpunt gaan verschuiven. Let op. Stel je voor dat het nulpunt hier staat. Nu interpreteren we de temperatuur op de eerste thermometer als 10 graden en de temperatuur op de tweede thermometer als 30 graden. Er is niks veranderd aan het ratio tussen die twee thermometers, maar doordat het nulpunt veranderd is, is de rechter thermometer nu drie keer zo warm als de linker thermometer. Dit voorbeeld laat zien dat zonder absoluut nulpunt de interpretatie van ratio's niet mogelijk is. Dus nog één keer. Als het nulpunt hier staat, dan lijkt het erop dat de rechter thermometer twee keer zo warm is als de linker. Maar als ik het nulpunt verschuif en het kwik blijft gelijk, dan lijkt het ineens alsof de rechter thermometer drie keer zo warm is als de linker. En dit voorbeeld laat zien dat je zonder absoluut nulpunt geen ratio's mag interpreteren. En nu komen we echt op het toetsen. We gebruiken toetsen wanneer we een uitspraak willen doen over de waarschijnlijke waarde in de populatie.
Het probleem is dat we geen data hebben over de hele populatie. Dat zou je een census noemen. We hebben geen census, we hebben een steekproef. En omdat we geen census hebben, is het onmogelijk om te bewijzen dat, bijvoorbeeld, een populatiegemiddelde van een bepaalde variabele groter is dan 0. Daarom draaien we de boel om. We gaan aantonen dat het heel onwaarschijnlijk zou zijn om onze data te krijgen als het populatiegemiddelde 0 zou zijn. We gaan daarvoor een kans uitrekenen. En die kans is de kans om de data te observeren die minstens zo extreem zijn als onze steekproef, als de nulhypothese waar zou zijn dat het populatiegemiddelde 0 is. Met andere woorden, we rekenen de kans uit op de data gegeven dat de nulhypothese waar is. Je kan een simpel stappenplan volgen voor de toetsing. Stap 1 is dat je hypotheses formuleert. Bijvoorbeeld als we een hypothese formuleren over lengte, dan zou je kunnen zeggen dat de nulhypothese is dat het populatiegemiddelde kleiner of gelijk is aan 0. Er hoort ook een alternatieve hypothese bij die de nulhypothese uitsluit. In dit geval dat het populatiegemiddelde van lengte groter is dan 0. De tweede stap is dat we een teststatistiek gaan berekenen. En die statistiek is eigenlijk een soort afstandsmaat. Hij beschrijft namelijk hoeveel standaard errors het steekproefgemiddelde aflicht van het gemiddelde onder de nulhypothese. Op basis van die teststatistiek kunnen we een p-waarde uitrekenen en die interpreteren we als de kans op deze data of nog extremer als de nulhypothese waar zou zijn. En op basis van die p-waarde trekken we een conclusie over de nulhypothese. Laten we wat hypotheses gaan bekijken. Een hypothese kan je definiëren als een toetsbare verwachting over een populatieparameter. En wat voor hypotheses zijn er? Nou, bijvoorbeeld over gemiddelde. Is het populatiegemiddelde groter dan 0 of niet? Of is er een verschil tussen de populatiegemiddelde van twee groepen? Of is het verband tussen twee variabelen groter dan 0? We hebben altijd een alternatieve hypothese en een nulhypothese. En er is een makkelijke manier om die uit elkaar te houden. De alternatieve hypothese zegt dat er iets aan de hand is en de nulhypothese zegt dat er niets aan de hand is. Dat betekent dus ook dat de alternatieve hypothese meestal weergeeft wat wij echt denken dat er gebeurt. Dus bijvoorbeeld als wij denken dat er een verband is tussen twee variabelen, dan is dat onze alternatieve hypothese. En de nulhypothese die sluit de alternatieve hypothese uit. Dus in dit geval zou de nulhypothese zijn dat er geen verband is. We gaan een toets gebruiken om te proberen de nulhypothese te verwerpen. Zoals ik al gezegd heb, moet je de nulhypothese altijd zo formuleren dat deze de alternatieve hypothese uitsluit. Bijvoorbeeld laten we zeggen dat we kijken naar een verschil tussen mannen en vrouwen. Als we een ongerichte hypothese hebben, dat noem je ook wel een non-directionele hypothese, dan zouden we kunnen zeggen, de nulhypothese is dat het gemiddelde van mannen en vrouwen niet verschilt in de populatie. De alternatieve hypothese moet de nulhypothese uitsluiten. Dus in dit geval zou je kunnen zeggen, het gemiddelde van mannen en vrouwen verschilt wel in de populatie. We kunnen ook een gerichte hypothese opstellen, dat noem je ook wel een directionele hypothese. Stel je voor dat onze nulhypothese is dat het gemiddelde van mannen kleiner of gelijk is aan het gemiddelde van vrouwen. De alternatieve hypothese, die moet de nulhypothese uitsluiten. Dus dan krijg je, het gemiddelde van mannen is groter dan het gemiddelde van vrouwen. In stap 2 gaan we een teststatistiek berekenen. En een teststatistiek is een waarde die aangeeft hoeveel standaard errors jouw geobserveerde data afliggen van de verwachting onder de nulhypothese. Stel je voor dat we een toets doen over een gemiddelde en onze nulhypothese zegt in de populatie is dat gemiddelde gelijk aan 0. Je ziet hier in een normaalverdeling mu 0, dus de populatiegemiddelde onder de nulhypothese, is dat het populatiegemiddelde 0 is. Bij die rode streep, daar ligt ons steekproefgemiddelde. Dus we hebben een steekproef getrokken en we hebben een steekproefgemiddelde m geobserveerd
dat hier zo ligt bij de rode streep. De teststatistiek vertelt ons hoeveel standaard errors die rode streep aflicht van de blauwe streep. Herinner je ook dat we de standaard error kunnen schatten door de standaardafwijking te delen door de wortel van het aantal proefpersonen. Dus we kunnen dit sommetje uitvoeren, dan hebben we een standaard error. En dan kunnen we uitrekenen hoeveel standaard errors de rode streep van de blauwe streep aflicht. We kunnen dit ook als een formule opschrijven. Let op, er staat hier x met een streepje erop, maar eigenlijk zou daar ook m kunnen staan. Die twee worden wel eens inwisselbaar gebruikt. M min mu 0, dat is dus het verschil tussen m en mu 0. M min mu 0 gedeeld door de standaard error van het gemiddelde. Hier staat in de teller het verschil tussen m min mu, gedeeld door, in een noemer, de standaard error van het gemiddelde. Deze formule betekent dus hoeveel standaard errors van het gemiddelde ligt m van mu af. We gaan even een heel dom voorbeeld gebruiken. We weten dat Nederlanders vrij lang zijn. Wereldwijd is de gemiddelde lengte 167 centimeter. En onze onderzoeksvraag is, zijn Nederlanders langer dan het wereldwijde gemiddelde? Nou, als steekproef trekken we een gemakssteekproef van studenten uit dit vak. Onze nulhypothese is dat het populatiegemiddelde voor lengte kleiner of gelijk is aan 167 centimeter. En onze alternatieve hypothese is dat het populatiegemiddelde voor lengte groter is dan 167 centimeter. Die twee sluiten elkaar uit. Stel je voor dat we een steekproef trekken in de klas en de gemiddelde lengte blijkt 175 centimeter te zijn. Dan kunnen we die toetsstatistiek gaan uitrekenen. We nemen het steekproefgemiddelde, 175. We trekken daar het populatiegemiddelde onder de nulhypothese van af, dus 175 min 167. En we delen het door de standaard error. Nou, die kunnen we berekenen aan de hand van de standaardafwijking in onze steekproef. Je kan op dezelfde manier een teststatistiek uitrekenen voor proporties. Let er wel op dat dan de formule voor de standaard error verandert. Dat betekent dus dat verschillende soorten statistieken elk een eigen formule hebben voor de standaard error. We baseren onze onderzoeksvraag op de observatie dat sinds de studiefinancieringswetten veranderd zijn, jongeren langer thuis blijven wonen. Onze onderzoeksvraag is of de proportie van jongeren die nu thuis wonen hoger is dan in 2008, voordat de wet veranderde. We kunnen hiervoor ook een gemakssteekproef van studenten uit dit vak nemen. Onze nulhypothese is dat de proportie thuiswoners kleiner of gelijk is dan 0,5. En dat is de proportie die in 2008 thuis woonde. De alternatieve hypothese sluit dat uit. En die is dat de proportie thuiswoners groter is dan 0,5. Nou, stel je voor dat we nu een steekproef trekken uit de klas en dat we berekenen dat het aantal thuiswoners 0,7 is, dan kunnen we die toetsstatistiek gaan uitrekenen. We nemen daarvoor het verschil tussen de nulhypothese en de steekproefproportie. Dus dat is 0,7 min 0,5. En we delen dat door de standaard error voor een proportie. En de formule daarvoor die staat hieronder. Dus hier kan je ook weer zeggen dat de teststatistiek aangeeft hoe groot het verschil is tussen de nulhypothese en de steekproef, uitgedrukt in standaard errors. Voor allebei deze toetsen hebben we steeds een z-waarde uitgerekend. En we kunnen die z-waarde gebruiken om een kanswaarde op te zoeken in een tabel ergens achter in je boek. En we noemen die kans de p-waarde. En die p-waarde betekent hoe groot is de kans dat ik een waarde in mijn steekproef vind die minstens zo groot is als wat ik heb gevonden, als de nulhypothese waar zou zijn. En we gaan die kans gebruiken om een toets uit te voeren. Maar wanneer vinden we dat de kans op de data onder de nulhypothese zo klein is dat we de nulhypothese kunnen verwerpen? Daarvoor moeten we een bepaalde drempelwaarde afspreken. Een waarde waarvoor geldt dat als de kans, de p-waarde, kleiner is dan die drempelwaarde, dat we dan H0 gaan verwerpen. En we noemen deze kans het significantieniveau en we geven dat aan met de letter alfa.
Dus de drempelwaarde voor het verwerpen van een nulhypothese die noemen we alfa. En in de sociale wetenschappen gebruiken we meestal een alfa van 0,05. Ik heb daar straks uitgelegd dat die p-waarde betekent hoe groot is de kans om data te vinden die minstens zo extreem zijn als wij hebben gevonden, als de nulhypothese waar zou zijn. Nou, als er een steeds groter verschil is tussen de steekproefwaarde en de waarde van de nulhypothese, dan wordt die p-waarde steeds kleiner. Op een gegeven moment kun je je af gaan vragen, als de kans zo piepklein is om een waarde in mijn steekproef te vinden, minstens zo groot als wat ik heb gevonden, als de nulhypothese waar zou zijn, hoe aannemelijk is het dan eigenlijk dat die nulhypothese waar is? Nou, die logica die gebruiken we om onze nulhypothese te verwerpen. Maar we moeten een bepaalde drempelwaarde afspreken. Een waarde waarvoor geldt dat als de p-waarde kleiner is dan die drempel, dat we dan beslissen om de nulhypothese te verwerpen. En die drempelwaarde noemen we het significantieniveau alfa. We gebruiken de Griekse letter alfa om dit aan te duiden. In de sociale wetenschappen gebruiken we meestal een drempelwaarde van alfa is 0,05. Dat betekent dus dat we alle p-waardes die kleiner zijn dan 0,05 significant noemen en een nulhypothese verwerpen. Het is wel belangrijk om op te merken dat de tijden veranderen en dat steeds meer wetenschappers willen dat we kleinere alfa-waarden gaan hanteren. En dit komt omdat er heel veel artikelen gepubliceerd worden waarvan later blijkt dat de bevindingen niet gerepliceerd kunnen worden. Dus dat betekent dat als iemand de moeite doet om zo'n onderzoek te herhalen, dat ze dan niet hetzelfde resultaat vinden. En dat is een probleem. Het zou zelfs kunnen zijn dat een groot deel van de gepubliceerde bevindingen niet correct is. En een van de manieren waarop we kunnen voorkomen dat we zulke vals positieve resultaten gaan vinden, is door een strengere drempelwaarde te hanteren. Maar voor dit vak gaan wij gewoon 0,05 hanteren. Ik heb daar straks genoemd dat er non-directionele en directionele hypotheses bestaan. Wat voor soort hypothese je gebruikt, bepaalt hoe die staartkans verdeeld moet worden. Stel je voor dat we een non-directionele hypothese hebben. En die hypothese is, de nulhypothese is bijvoorbeeld, er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is nul. En de alternatieve hypothese is, er is een verschil tussen mannen en vrouwen. Dat verschil is niet nul. Om die nulhypothese te verwerpen, kunnen we genoegen nemen met een observatie dat de waarde in de steekproef heel veel lager is dan nul of heel veel hoger dan nul. Want in beide gevallen zou je moeten concluderen dat het verschil tussen mannen en vrouwen niet nul is. En we noemen dat een tweezijdige toets. En om de kritieke waarde voor die tweezijdige toets te bepalen, moeten we de staartkans door twee delen. De ene helft komt in de linkerstaart en de andere helft komt in de rechterstaart. Dus we hebben links 0,025% en rechts 0,025%. Vervolgens kunnen we in ons boek opzoeken wat de kritieke waarde is die hoort bij die 0,025. En dan komen we op min 1,96 en plus 1,96. Dezelfde waarde die ik daarnet heb gebruikt om een betrouwbaarheidsinterval te berekenen. Als we een gerichte hypothese hebben, dan ligt het net iets anders. Dan komt die hele 0,05 volledig in één staart van de sampling distribution te liggen. Dus dan mogen we ook de drempelwaarde bepalen aan de hand van 0,05. En in dit geval kom je dan uit op ongeveer 1,6. Let er wel op dat het bij een eenzijdige toets makkelijker wordt om een verschil aan te tonen in de verwachte richting. In dit voorbeeld kijken we naar een positief verschil. En je ziet hier dat die drempelwaarde al een stuk eerder bereikt wordt dan bij de tweezijdige toets in de rechterkant. Maar als het verschil onverwacht de andere kant op ligt, dus stel je voor we verwachten een positief verschil, dus we hebben een positieve directionele hypothese gebruikt, maar in de steekproef blijkt het verschil negatief te zijn, dan gaan we nooit de nulhypothese verwerpen, omdat we alleen maar zoeken naar een positief verschil. Met andere woorden, of je een non-directionele of een directionele hypothese gebruikt, heeft invloed op je power. En power is jouw vermogen om terecht een nulhypothese te verwerpen.
Met een eenzijdige toets heb je meer power om je nulhypothese te verwerpen als het effect in de steekproef daadwerkelijk in de verwachte richting is. Je hebt echter geen power om de nulhypothese te verwerpen als het effect onverwacht de omgekeerde richting oploopt. Bij het doen van deze toetsen bepalen we de statistische significantie. We hebben hierbij twee termen. De P is de kans op data minstens zo extreem als wat jij in je steekproef hebt gezien, als de nulhypothese waar zou zijn. En we hebben ook de alfa. En de alfa is ons significantieniveau, de drempelwaarde voor de P dat we gebruiken om te bepalen of ons effect significant is. Als je vindt dat de P kleiner is dan de alfa, dan mag je concluderen dat je effect statistisch significant is. Ik heb een paar voorbeelden van kansrekening gegeven en bij die voorbeelden heb ik steeds de Z-verdeling gebruikt. De Z-verdeling heet ook wel de standaard normaalverdeling. Er is alleen een probleem. En het probleem is dat om die standaard normaalverdeling te tekenen, moeten we de standaardafwijking in de populatie weten. Maar in de praktijk weten we bijna nooit wat de standaardafwijking in de populatie is. Meestal hebben we maar één steekproef en we weten de standaardafwijking in de steekproef, maar niet in de populatie. De oplossing voor dit probleem is dat we een soort straf toepassen om rekening te houden met de grotere onzekerheid die we krijgen wanneer we de standaardafwijking van de populatie gaan schatten op basis van een steekproef en niet de werkelijke populatiestandaardafwijking gebruiken. Dus net zoals we daar straks met de standaard error hebben gedaan, gaan we iets uit de populatie schatten op basis van iets uit de steekproef. Hierdoor ontstaat meer onzekerheid en die onzekerheid moeten we op de een of andere manier verwerken in onze toets. Die straf die leidt tot een verdeling met iets dikkere staarten dan de Z-verdeling. En die verdeling heet de T-verdeling. Als je naar deze verdeling kijkt, de verdeling in het rood, dat is de T-verdeling. En die met de gestippelde zwarte lijn, dat is de Z-verdeling. Dan zie je dat die dikkere staarten heeft. Stel je nou even voor dat je een staartkans wilt gaan berekenen voor de toetswaarde van 2. Dan zie je eigenlijk al dat het oppervlakte van de verdeling dat in die staart zit, veel kleiner is bij de standaardnormaalverdeling dan bij de T-verdeling. Met andere woorden, de P-waarde zal iets groter zijn bij de T-verdeling. Dus het wordt iets moeilijker om een significante P-waarde te krijgen als we de T-verdeling gebruiken. Als je hele grote steekproeven hebt, dan maakt die straf niet meer zoveel uit. Dan wordt de T-verdeling om en nabij gelijk aan de Z-verdeling. En in de praktijk wordt het verschil al vanaf ongeveer 30 proefpersonen heel klein. Als we een T-toets gebruiken, dan is de berekening eigenlijk precies hetzelfde als voor de eerder genoemde Z-toets. Het enige verschil is dat we de S gebruiken, dus de steekproefstandaardafwijking, in plaats van de populatiestandaardafwijking sigma. Dus als we hier een toets uitvoeren over populatiegemiddelde van lengte, dan kunnen we ook een t-waarde uitrekenen als teststatistiek. En voor die t-waarde is de formule precies hetzelfde. Het verschil tussen het steekproefgemiddelde en de nulhypothese gedeeld door de standaard error van het gemiddelde. Maar de formule voor de standaard error van het gemiddelde die is net iets anders. Dat is namelijk de steekproefstandaardafwijking s gedeeld door de wortel van het aantal deelnemers. Je kunt zulke soort toetsen, t-toetsen, z-toetsen, voor heel veel verschillende dingen gebruiken. Je kan ze bijvoorbeeld ook gebruiken om te toetsen of er een verschil is tussen de gemiddelde van twee groepen op een continue variabele. Dus dat wil zeggen een variabele met een interval of een ratio meetniveau. Dit noem je de Independent Samples T-test. Als we nou kijken naar de formule voor zo'n Independent Samples T-test, dan zien we wat overeenkomsten met een toets voor één waarde en we zien ook wat verschillen. Wat betekent deze formule als we hem helemaal uitkleden? Nou, boven de deelstreep zien we M1 min M2. Dat is het verschil tussen het gemiddelde van groep 1 en het gemiddelde van groep 2. Dus we hebben het geobserveerde verschil in onze steekproef in de linkerbovenkant van die formule. Rechtsboven zien we het verschil tussen populatiegemiddelde 1 en populatiegemiddelde 2. Dus dat is het verschil onder de nulhypothese.
Dus boven de deelstreep zien we links het geobserveerde verschil, min rechts het verwachte verschil onder de nulhypothese. Dus hoe groot is het verschil in de steekproef vergeleken met wat we verwachten over de populatie? En dat delen we door de standaard error voor het gemiddelde verschil. En dat heeft weer een formule die net iets anders is dan de standaard error voor één steekproef. En die formule is gebaseerd op een gepoelde standaardafwijking. Ik kan me voorstellen dat dit er niet heel intuïtief uitziet, maar ik wil graag dat je één belangrijke les met je meeneemt. Voor elke statistiek die we in een steekproef berekenen, kun je ook een standaard error berekenen. En daar zijn verschillende formules voor beschikbaar. We gaan op basis van de significante p-waarde een conclusie trekken. En die conclusie is dat we de nulhypothese moeten verwerpen. De logica is als volgt. Als de p-waarde heel erg klein is, dan betekent dat dat de data heel erg ongebruikelijk zijn als de nulhypothese waar zou zijn. Dus als de p-waarde veel kleiner is dan de drempelwaarde alfa, dan zijn de data heel erg ongebruikelijk als de nulhypothese waar zou zijn. Zo ongebruikelijk dat we gaan twijfelen aan de nulhypothese. We verwerpen dan H0. Dit suggereert dat er een effect is in de populatie. Dit geeft ook steun voor de alternatieve hypothese. Maar we gaan nooit zo ver om te zeggen dat de alternatieve hypothese geaccepteerd wordt. En dat komt omdat er altijd onzekerheid blijft over de conclusies die we trekken op basis van een steekproef. Als we vinden dat de data best wel gebruikelijk zijn onder de nulhypothese, dus als de p-waarde heel groot is, groter dan de drempelwaarde alfa, dan kunnen we de nulhypothese niet verwerpen. Dit betekent namelijk dat het helemaal niet zo verrassend is om deze steekproefwaarde te vinden als de nulhypothese waar zou zijn. We hebben dus ook geen bewijs voor een effect in de populatie. En dat kan verschillende dingen betekenen. Het zou kunnen betekenen dat er werkelijk geen effect is, maar het zou ook kunnen betekenen dat we onvoldoende power hebben om een bestaand effect aan te tonen. En dat gebrek aan power, dat kan betekenen dat het effect heel klein is, dat het dus erg moeilijk is om het te vinden, of het kan betekenen dat de steekproef heel klein is. Daarom zeggen we ook nooit dat we de nulhypothese accepteren. Er blijft altijd onzekerheid. Dus we zeggen, de nulhypothese kon niet verworpen worden. Ik heb nu een paar keer die term power gebruikt. Wat betekent dat eigenlijk? Je power hangt af van drie dingen. 1. Hoe groot het effect is. Hele grote effecten zijn veel makkelijker om te vinden dan hele kleine effecten. 2. Hoeveel ruis er in je data is. Want het effect wordt verborgen door die ruis. En de ruis kun je in dit geval uitdrukken als de standaardafwijking. Dus het zal moeilijker zijn om bijvoorbeeld een verschil tussen twee groepen te vinden als beide groepen een hele grote spreiding hebben. En de laatste factor is het aantal proefpersonen. Alle effecten zijn makkelijker te vinden als je hele grote steekproeven hebt. Met een supergrote steekproef kan je zelfs de allerkleinste effecten betrouwbaar aantonen. We hebben nu het proces van schatten en van toetsen uitgelegd. Wat kan er nog misgaan? Nou, twee dingen. Type 1 fout en type 2 fout. Dit zijn twee hele belangrijke statistische begrippen die vaak verkeerd begrepen worden. Dus ik wil een klein verhaaltje vertellen om jullie een intuïtie te geven voor wat voor een type fouten dit zijn. De vrouw links op de foto is Lucia de B. En Lucia de B was zuster in een kinderziekenhuis. Nou is het helaas het geval dat in elk kinderziekenhuis wel eens babytjes doodgaan. Soms om onverklaarde redenen. Maar in het geval van Lucia de B keek een van haar collega's op een dag naar het rooster en zei: "Goh, het valt mij op dat er toch wel heel vaak babytjes doodgaan op het moment dat Lucia de B een dienst draait." En zij stapte daarmee naar haar baas. Haar baas die keek naar de cijfers en die dacht: "Tjoh, wat apart inderdaad. Er komen best wel veel sterfgevallen voor wanneer Lucia de B werkt." En die baas is gaan rekenen met een recept dat hij zeker niet in deze cursus heeft geleerd, wat de kans is dat er zoveel babytjes zouden overlijden tijdens de dienst van één zuster. En hij kwam op een kans van 1 in 10 miljoen. En hij dacht, zo, dat is heel onwaarschijnlijk. Het is zelfs zo onwaarschijnlijk dat ik een nulhypothese wil verwerpen.
En hij verwierp de nulhypothese dat Lucia de B. onschuldig was. Hij stapte met zijn berekening naar de politie. De politie was erg onder de indruk van al die harde statistiek. En er werd een zaak aangespannen tegen Lucia de B. En ze is uiteindelijk ook veroordeeld. Maar bleek achteraf ten onrechte. Want een aantal Nederlandse statistici die zeiden, ho eens even, er klopt helemaal niks van die berekening. En bovendien is kansrekening gebaseerd op het idee dat je eerst een willekeurige steekproef trekt. En dan pas gaat rekenen. Dus als jij een willekeurige zuster uit Nederland had getrokken, bij wijze van loting, en dan was gaan kijken hoeveel babytjes er tijdens haar dienst zijn overleden, en dan had je een hele kleine waarde gevonden, dan was dit misschien overtuigend bewijs geweest. Maar in dit geval heb je eerst geobserveerd dat er best wel veel babytjes doodgegaan waren. En toen heb je gekeken naar wat de gemene deler is. Nou, Lucia de B. die werkte vrij vaak. En toen heb je een kansrekening gedaan. Maar dat mag niet. Je mag dat alleen doen als je eerst een willekeurige steekproef hebt getrokken. Die logica van het toetsen die gaat alleen maar op als je eerst een willekeurige steekproef trekt en dan je kansrekening gaat toepassen. Het is niet oké om te wachten totdat je een zeldzaam fenomeen ziet, dat dan als je steekproef te gebruiken en dan kansrekening gaat gebruiken. Want je weet al dat het een zeldzaam fenomeen is. Nou goed, uiteindelijk bleek dus dat niet alleen de statistiek verkeerd was, maar dat Lucia de B. tijdens sommige van die diensten uiteindelijk helemaal niet aanwezig was geweest, of zelfs in het buitenland was. En het bleek dat er geen enkel bewijs was dat die baby's daadwerkelijk om het leven gebracht waren. Dus uiteindelijk is Lucia de B. vrijgesproken. Dit is een heel droevig verhaal, maar het illustreert ook een belangrijk principe. Type 1 fout is dat je concludeert dat er iets aan de hand is, terwijl er in feite niks gebeurd is. Het omgekeerde voorbeeld is die man hier rechtsonder. Dit is Lance Armstrong. Lance Armstrong heeft heel veel prijzen gewonnen voor het wielrennen en hij werd steeds op doping getest. En hij testte vaak negatief. Later is aan het licht gekomen dat Lance Armstrong al die tijd doping heeft gebruikt. Dus die toetsen waren vals negatieve resultaten. We hebben hier dus linksonder een vals positief resultaat. Er wordt ten onrechte geconcludeerd dat iemand een kindermoordenaar is. En we hebben hier rechtsonder een vals negatief resultaat. Er wordt ten onrechte geconcludeerd dat iemand geen doping heeft gebruikt. Nou, die situaties kunnen we in een tabel zetten. Eerst kijken we naar Lucia de B. En Lucia de B. is een voorbeeld van een type 1 fout. Zij werd verdacht van meervoudige kindermoord. De nulhypothese daarbij zou kunnen zijn dat zij onschuldig is. Vervolgens berekenen we via een geheim recept de kans dat er tijdens haar dienst 9 sterfgevallen voorkomen. En dat is een piepkleine kans. We kunnen 2 beslissingen maken. We kunnen haar veroordelen of we kunnen haar vrijspreken. En er zouden ook in de werkelijkheid 2 situaties kunnen zijn. Of zij is schuldig of zij is onschuldig. Als we een schuldig persoon veroordelen, dan maken we de juiste beslissing. En als we een onschuldig persoon vrijspreken, dan maken we ook de juiste beslissing. Maar als we een onschuldig persoon veroordelen, dan maken we een type 1 fout. En daar zien we die alfa weer staan, de drempelwaarde voor significantie. En dat is dus ook de kans dat we ten onrechte aannemen dat er een effect is. Als we een schuldig persoon vrij zouden spreken trouwens, dan is er sprake van een type 2 fout. En de kans op een type 2 fout wordt ook wel aangegeven met een beta. Dus je hebt alfa, dat is de kans op een type 1 fout. En je hebt beta, dat is de kans op een type 2 fout. Als we dus bepalen wat de drempelwaarde is voor significantie, dan heeft dat direct invloed op het aantal type 1 fouten dat we gaan krijgen. Bij een alfa van 0,05 zeggen we dus, wij vinden het acceptabel als we 5% van de tijd een type 1 fout maken. En je weet nooit in welk onderzoek je een type 1 fout hebt gemaakt. Maar bij 5% van de toetsen die je uitvoert, zal dat voorkomen. Er is dus ook een type 2 fout. En een type 2 fout is dat je ten onrechte niet opmerkt dat er iets aan de hand is. Lance Armstrong gebruikte bijvoorbeeld jarenlang onopgemerkt doping. En alle toetsen die aanwezen dat hij geen doping gebruikte, waren type 2 fouten.
We zouden een nulhypothese kunnen formuleren dat Lance Armstrong clean is. En de waarheid kan zijn dat hij clean is of dat hij EPO gebruikt. Elke keer dat we een toets doen op het bloed van Lance, moeten we ook een beslissing maken. We kunnen hem disqualificeren of we kunnen zijn race geldig verklaren. Nou, als Lance EPO gebruikt en we disqualificeren hem, dan maken we de juiste beslissing. En als Lance clean is en we verklaren zijn race als geldig, dan maken we ook de juiste beslissing. Maar als Lance clean is en we disqualificeren hem, dan hebben we een type 1 fout gemaakt. En de kans hierop is dus gelijk aan de overschrijdingskans alfa. En als Lance EPO gebruikt en we verklaren zijn race toch geldig, dan maken we een type 2 fout. En de kans daarop is beta. Dus in dit voorbeeld zou de type 1 fout zijn dat er een vals alarm is. Dus we toetsen iemand die clean is, maar we concluderen dat ze EPO hebben gebruikt. En de type 2 fout zou zijn dat iemand zoals Lance Armstrong, die wel EPO gebruikt, ermee wegkomt. Dat hij dus races rijdt die geldig verklaard worden, ondanks dat hij EPO heeft gebruikt. En hier wil ik vandaag mee afsluiten. Elke keer dat we dus toetsen, bestaat er een risico dat we een foute conclusie trekken. We kunnen een type 1 fout maken of een type 2 fout. De kans op een type 1 fout, die noemen we alfa. En die alfa die bepaal je zelf. Je kan namelijk zeggen, ik toets met een alfa van 0,05. Dus als de p-waarde kleiner is dan 0,05, dan concludeer ik dat er een effect bestaat. En dan is de kans dat je dat ten onrechte concludeert, is 0,05. De kans op een type 2 fout, die weet je niet precies. Die is onbekend. We noemen die kans beta, maar we weten nooit wat de beta is. Ik ga je wel een vuistregel meegeven van welke factoren de kans op een type 2 fout beïnvloeden. De kans op een type 2 fout die neemt af als het effect groot is in de populatie. Dus die kans die is kleiner als je zoekt naar grote effecten. En de kans op een type 2 fout die neemt ook af als je steekproef groter is. Dat was al de stof voor vandaag. We hebben gekeken naar hoe je een schatting kan maken en hoe je op basis van die schatting een toets kan uitvoeren. Veel succes bij de praktica.